Hoofdverdachte Daisy Boutersen zei vandaag dat hij zich zal berusten in de toekomstige uitspraak van het Hof van Justitie. Hij sprak journalisten na afloop van zijn urenlange verhoor in de 8 december moorden hoger beroepszaak. De ex-leider vertelde de rechters en de waarnemend procureur-generaal dat hij niemand om het leven heeft gebracht of daartoe opdracht heeft gegeven in 1982. Nou, ze hebben vragen gesteld die relevant waren naar de kwestie rond de 8 december. Ik heb iets gehoord van 15 maal 100 of 100 maal, wat bedoel je? En dat u dat wat bedoelde u? We willen maar persisteren. Hier is mijn bedrag, dan ga je studeren. Maar zo heb ik maar 1500 jaar. Als dat jullie dingen is. Heer Boutersen, ongeacht wat de uitkomst is, zal u zich neerleggen bij het besluit? We leven in een rechtsstaat en ik denk dat elke rechtvaardige burger zich moet neerleggen in dit, bij het besluit. Boutersen verklaarde in de rechtszaal dat de voormalige kolonisator van Suriname verantwoordelijk gesteld moet worden voor het moorden van 16 vooraanstaande Surinamers. De ex-leider merkte op dat er ergere dingen dan de 8 december moorden zouden plaatsvinden als de 16 Surinamers niet waren opgepakt. De bedoeling was om deze personen het land uit te sturen. Advocaat van de nabestaanden Hugo Esset zegt dat de verklaringen van Boutersen van geenerlei waarde zijn voor het verder verloop van deze zaak. Het was zoals te voorspellen was. De heer Boutersen is zijn geheugen kwijt. Hij heeft op meer dan 20 vragen, hele concrete vragen, heeft hij steeds geantwoord. Ik weet het niet, ik weet het niet, ik kan me niet herinneren. En geconfronteerd met getuigenverklaringen van anderen, heeft hij dus aangegeven dat die getuigen allemaal liegen en niet de waarheid spreken, maar dat hij zich eigenlijk niets kan herinneren. Dat is eigenlijk heel in het kort de essentie van 3 uur verhoor van de heer Boutersen. Wat was dat van? Wat mij betreft, in mijn mening, afgegaan als een gieter. En dat was te voorspellen. Ik hoorde iets van 15 maal 100 jaar. Wat was dat precies? Nou, hij vond dat als hij had gemoord, dan moest hij veroordeeld worden. En dan zou hij geen probleem hebben als hij 15 maal 15 jaar zou krijgen. En dat dan alle andere verdachten vrijgelaten zouden moeten, althans de vervolging tegen hun geschorst zou moeten worden. Ja, een beetje onbegrijpelijke grap die ik niet goed kan volgen. Esset merkt op dat Boutersen vandaag zijn zegje moest doen, maar het opmerkelijk is dat de verdachte zich niets herinnert van wat zich in het Fort Zeelandia heeft afgespeeld op 8 december 1982. Esset zegt dat niemand een stapje dichter bij de waarheid is gekomen met de verklaringen van vandaag.